mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express. We hebben het een beetje met de herfst te maken nu nog, denk ik. Maar het is toch wel tijd straks om een beetje Sinterklaasversiering hier aan te brengen. Maar wat was het nou alweer? Ik moest hier naartoe van Sint-Nicolaas, want er was hier ergens een skischans. Toch, ik kon niet toch skiën, want ik moest een schans zoeken. Dus ik weet niet of ik dan hier vanaf moet gaan skiën, maar ja, dat kan toch allemaal niet kloppen hier. Ik zie helemaal geen ijs. Ik kan niet toch helemaal hier aan... Oh, de loodgieter moet er ook wel, hè, jongens. Maar wat ik bij had in mijn koffer. Ik ga eens even kijken, jongens. Want we hadden natuurlijk wat meegenomen. Even kijken. Van Sint-Nicolaas hebben wij iets heel moois meegekregen. Kijk eens. Het boek van Sint-Nicolaas. En als jullie die nou van de week krijgen hier op de Bezo, op de Schans. Dan kunnen jullie, kijk eens... Kunnen jullie knutselwerkjes gaan maken. En jullie kunnen gaan kleuren. En pepernoten bakken. En verlangenlijstjes invullen. En je kan met de meester of met de juffrouw kan je kijken hoe wij met de boot gevaren hebben. En wat nou ook wel leuk is. Is dat Piet Antonio altijd heel veel op bezoek is overal. En daar maken we altijd even filmpjes van. Dat heet natuurlijk vloggen. En elke dag vanaf morgen 15 november... 's ochtends om 7 uur, heel vroeg opstaan, om 12 uur, om 2:30 en om 5:05 komt er een nieuw filmpje. En die kan je thuis kijken op Sint en Pieter Express, op YouTube of op Facebook. Of hier op de Schans, gaan we daar ook allemaal tijd voor maken. En dan kunnen jullie samen met Piet Antonio het geheim van het grote boek van Sint-Nicolaas op gaan lossen. Maar dan zijn we er nog niet... Kijk eens wat ik hier nog meer meegenomen heb. Kijk eens. Dat is het goud van Sint-Nicolaas. Met Antonio erop en met Sint erop. En wat ga ik nu doen strakjes? Ik ga het om een beetje moeilijk te maken voor jullie. Ga ik 5 goudstaven verstoppen hier. En die mogen jullie met z'n allen, mogen jullie die gaan zoeken. Maar omdat ik van de meester gehoord heb dat jullie elke dag altijd zo goed opruimen. Maakt Antonio het natuurlijk altijd wel even een beetje moeilijk. Want ja, als jullie dan zo meteen... Nou kijk, meestal doen wij in Spanje zo. Dat we dan die kist heel hoog optillen. En dan, want anders heb je het ook altijd goud. Maar, oh, je hebt muziek. Ik zie daar muziek staan. Oh, dan kunnen we ook Sinterklaas muziek straks. Jeetje, ik dacht dat die opgeruimd was. Maar eens even kijken, wat hebben we hier nou nog meer dan? Een beetje gereedschap, dus heel goed. Daar is niet slecht. Jullie doen wel even een beetje helpen morgen, hè? Anders moeten de meesten dat allemaal op gaan ruimen, hè? En allemaal onderstand, de kast hier lekker vol, zeg. Ik zeker. Wat nou, zeg.
Dan zullen we straks eens even kijken waar we dat allemaal kunnen verstoppen, hoor. Oh, eens even kijken of ze het goed schoonmaken. Even kijken. Oh ja. En nee, onder de... Zie je dat? Altijd, hè. Onder die bank. Altijd van die rare dingen hier altijd. Hier in de kast. Kijk. Oh, dat doet die meneer slim. Jullie meester heeft wel slim, want die doet hij op slot. Maar dan moet hij de bakken ook wel een beetje beveiligen als Piet Antonio langskomt natuurlijk, hè. Ik moet altijd een beetje kiezen wat mijn lievelingskleur is. Maar dat weet ik nooit. Dan zeg ik altijd, dat zal ergens wel ertussen zitten, hoor. Ja, ja, ja. Oh. Hier staan Bente, Florian, Mila, Mees, Jens en Emma en Floortje en zo. Allemaal meehelpen om de goudstukken van Piet Antonio te zoeken. Dus veel succes morgen. Eerst opruimen, de goudstukken zoeken en dan aan de meester vragen om je eigen boek van Sint-Nicolaas. En help ons mee om het grote boek van Sint-Nicolaas, het geheim daarvan, op te lossen. Tot de volgende vlog. Groetjes, Piet Antonio. Hoe weet de Sint hoe je heet? Hoe komt dat hij jou nooit vergeet? Weet waar je woont, al is het net. Welk liedje zingt als je je schoentje zet? Het boek, het boek, het boek van Sinterklaas. Was je lief of was je stout? Zoek die op in zijn boek. Waar jij het meest van houdt? Zoek die op in zijn boek. Mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express.